allerlaatste film die ik heb gedaan was de Winnie de Pooh, de allereerste voor de televisieserie. En daar had Winnie de Pooh in het Engels een acteur met een hoge, hese stem. Oh yeah. Ja. Ja, Winnie de Pooh, dat is iemand die zo over honing praat. Meer smakkend. Niet houden, dat is lekker. Ik, dat vond ik niet. Dus ik heb hem zelf gedaan toen. Pooh. Huh? Nou heb je helemaal niet geluisterd. Ik heb wel geluisterd, maar ik had opeens een klein pluisje in mijn oog. En toen heb ik wat gemist. Maar een beetje mompelige beer. En de Amerikanen hebben natuurlijk gehoord, dat is helemaal niet die typische Amerikaanse heesheid. Dat kan. Want daarna kwam de serie met Kik Stokhuizen, geloof ik, die geen acteur is, vond ik. Wel een licht stem had. Zeg maar waar ik opnieuw moet beginnen. Ik zal wel met dat pluisje beginnen. Wanneer was dat? Dat weet ik niet, dat kon ik niet horen. En je zag nergens aan de beer. Je zag niet in zijn mimiek dat hij die had, zo'n stem. Dus ik trok me daar niets van aan. Ik ben gevraagd om te gaan regisseren, heel veel jaren geleden. Toen er nog een studio bestond die Metasound heette. Daar werd ik gevraagd om een serie te doen, Winnie de Pooh. En toen heb ik bedongen dat ik 5 afleveringen zou doen. Ja, dat kan niet, want het zijn er bijna 40. Ik zei, ja, maar ik wil er 5 doen. En dan kijken jullie of jullie het wat vinden. En ik kijk ook of ik het wel aan kan, of ik dat wel leuk vind. En of ik dat kan. En toen heb ik dat gedaan en toen moest ik een van de eerste afleveringen laten zien. Destijds aan de NCRV, geloof ik. En het was nog niet eens klaar. Want we deden het allebei, de technicus en ik, allebei voor het eerst. Dus we waren behoorlijk langzaam. En toen merkte ik, toen dat bekeken ging worden, toen was ik ineens zo benauwd dat ze het niet goed zouden vinden. Ik dacht, ja, maar ik wil dit blijven doen. Ik vind het fantastisch. Ik wil die puzzel maken. Ik wil dat doen. Ik geniet daarvan. En ze zeiden, we vinden het goed en ik mocht ermee door. Daar was ze zo blij mee. Op, neer, op. Als ik op, neer, nog een keer, doe ik met een door. Op, neer, nog een keer, voor een hongerig gevoel. Met Kik samenwerken, Kik Stokhuizen als Winnie de Pooh, dat was enig. Kik had dit werk nog nooit gedaan en was daar heel voorzichtig in. Maar Kik, hoewel het zijn vak niet was, was zo professioneel. Het mocht 80 keer wat hem betrof over. Als het nog niet goed was, dan mocht het nog een keer over. Het moest net altijd de juiste toonhoogte hebben. Het moest de juiste omvangenheid hebben. Want Pooh is een onbevangen figuur. Hij heeft nooit een dubbele agenda. Dus het moest ook allemaal, laten we zeggen, het moest een soort kinderlijkheid hebben zonder dat het een kindstem was. O jee, dat is een vraagje van mijn maagje. Tijd voor de zoetigheid. Het was altijd erg lachen als hij zingen moest. Want hij zei zelf, dat kan ik niet, dat was ook zo. Maar we hadden op een gegeven moment een lied zo ontzettend onhandig aangebracht en aangeleverd door Disney, dat er geen begin aan zat. Ik heb op een gegeven moment de zangeres gevraagd, wil jij even doortellen voor me, dat iedereen kan invallen. Nou, het was voor iedereen een ramp. Zelfs Paul Cloté, die een zanger is, die had echt een vreselijk probleem om te gaan zingen. En toen kwam Kik. En we zetten hem aan. Muziek had hij een paar keer gehoord. We zetten hem aan en Kik zet ze op het enige goede moment in. Iets aan de zachte kant. Maar we hebben het nooit meer over gedaan, want we wisten, dit is zo moeilijk. Hij heeft gewoon per toeval, deed hij het goed. En we hebben het geluid tot opgekrikt. En het was enig geworden. Dat was zo typisch Pooh. Dat ook dat voorzichtige, dat iets hezige, dat versleten beertje gevoel. Dat was echt heel erg leuk. Met Kik werken was heel best bijzonder, omdat het een hele zachte man is. Zijn stem was ook wel zacht in die hoogte en hij werd natuurlijk ook wel wat ouder. Dus het was af en toe ook wel lastig om die hoogte, om dat helder op kracht te houden voor hem inmiddels. En het zingen vond hij best heel moeilijk, was hij heel onzeker over. Dus dan nam ik hem echt wel bij de hand, om hem daarin zo veilig mogelijk te laten voelen, zodat hij durfde te gaan.
En meestal zat er ook wel een lunch tussen. Dus dan nam Kik een paar uurtjes op en dan gingen we lunchen. En dan gingen we in de middag nog een uurtje of zoiets. En dat was fijn, dan kon zijn stem even ontspannen, kon hij daarna weer door. Maar Kik presteerde dus altijd tijdens de lunch om melk te drinken. En ik weet niet of je het weet, maar als je melk drinkt, je speeksel die gaat veranderen met melk. Die krijgt iets kleverigs. Dus, en hij praatte al vrij zacht. Om dat kleine stemmetje zo hoog mogelijk te krijgen, praat hij vrij zacht. En hoe zachter je praat, hoe meer je de smakjes hoort. Dus dan dronk hij weer melk. En dan hoorde hij al die spettertjes. Die techniek die zat altijd te grommen en te sputteren als we na de lunch gingen opnemen. Kik, je hebt weer melk gedronken. Dit ben ik dus. Winnie de Pooh. Al jaren overigens. Dat ben ik, maar ik doe dus het stemmetje na. Nee, Knorretje. Luister nou eens. Nee, 2 + 2 = 5. En als 2 + 2 = 5 is, dan heet ik niet Winnie de Pooh. Maar ik heet wel Winnie de Pooh. Dus 2 + 2 = 5. Begrijp je wel? Leuk, hè, Pooh? En dit ben ik. En dit is Pooh. Dag. Ja, op een gegeven moment overleed Kik. Ja, dan werd het natuurlijk heel moeilijk om Kik te vervangen. Die had zo'n specifieke stem. En bovendien zo'n zachte man. Hij nam gewoon zijn hele karakter ook mee in de personage. Nou, zoek daar maar eens iemand anders bij. Dus dat is echt heel moeilijk geweest om... Dan had je soms wel een stem die daar een beetje bij paste, maar die had niet de zachtheid of de inborst die erbij hoorde. Of, dat is altijd wel iets wat, zo, wat waar kinderen mee opgegroeid zijn. Zo moeilijk om dat dan te vangen. Nou, uiteindelijk, na heel lang zoeken, hebben we toen Job Schuring gevonden. Oh, gelukkig. Dank je, Pooh. En nu heb ik een verrassing voor jou, Pooh. Ik ben gek op verrassingen. Oké, doe je ogen maar open. Oh, dat zijn ze al, Janneman. Nee, Suffie, je handen zitten er nog voor. Oh, maar de nieuwe Winnie de Pooh, ik vind dat hij het ook weer heel goed doet. Want Winnie de Pooh is heel moeilijk, dat zit in je kopstem en dat is maar een heel klein stukje waarmee je kunt acteren. En hoe kleiner het stukje in je stem is waarmee je kunt acteren, hoe minder nuance je in de tekst kunt leggen. Dus het is heel knap om dat goed neer te zetten. Dat is echt heel moeilijk, dat is echt heel moeilijk. Maar dat doet hij fantastisch, ja. Poes vriend Knorretje woonde in een riante beukenboom, midden in het Honderdbundelbos. En hij was daar heel tevreden. Phew, dat klopt, ja. Oeps. Weet je, onze familie heeft hier altijd gewoond. Het huis was van mijn grootvader Max. Kijk, daar staat het. Max. Het is eigenlijk begonnen dat ik een toen nog cassettebandje opstuurde. Naar Metasound destijds. En tegelijkertijd eigenlijk begon toen Winnie de Pooh. En daar zochten ze toen nog een varken. Dus Knorretje. Piglet. En ja, die ben ik toen gaan doen en dat was goed. Het is altijd grappig, want je stem moet altijd eerst goedgekeurd worden door Disney zelf. Dus je hoort de Amerikaanse acteur hoor je op je koptelefoon en dan moet je het proberen te benaderen. En dat was wel pittig. Maar hij zat vrij hoog en mijn stem is in de afgelopen jaren steeds lager geworden. Maar Knorretje was heel hoog. Het is maar een film, hallo Pooh. Dat is ook grappig, dat was altijd trouwens het regeltje. Wat ik altijd oppikte. Als ik het een paar maanden niet meer had gedaan. Als ik een paar maanden de stem niet meer had gedaan. Ik wist het niet meer. Dan zei Maria Lindes altijd van. Probeer die stem even te pakken met. Het is maar een film, het is maar een film, hallo Pooh. En dan wist ik hem weer. Nou, oh ja, zo was het. Zo was het. De eerste Knorretje die er was, dat was John de Winter. En dat was degene die inderdaad zei, dit is maar een film. Het was altijd zo, hij was altijd bangig. Hij was altijd, als ze maar niet erna komen. Hij was, ook dat karakter klopte en bleef kloppen. Leuk hoor. Zo, wat niet hoort, dat niet deed. Oh nee! Weet je, het karakter van Knorretje is gewoon dat hij is aandoenlijk. Op het moment dat je hem ziet. Je sluit hem heel snel in je hart. En het is gewoon... Ja, hij is lief. Hij is oprecht en hij is authentiek. En dus hij verveelt niet zo snel om te doen.
Hij is natuurlijk wel altijd heel erg bang. Maar ik vind hem... Maar ik vond hem gewoon... Het is een lief karakter. Ik vind het ook een beetje moeilijk. Het is het mooiste huis van de hele wereld. Geloof ik. Zeg hem dat het jouw huis is, Knorretje. Nee, dit is het huis van onze goede vriend Uil. Ik vind wel wat, hoor. Ik vind echt wel wat. Ik ga wonen. Nee, jij gaat bij mij wonen, hè, Knorretje? Oh, dat is leuk. Nou, dank je, Boebeer. Dat vind ik fijn. Knorretje, dat was erg lief van je. Dat vinden we allemaal. Het was zo edelmoedig. In Winnie de Poe, en dat doe ik al heel lang, ben ik het konijn. Kijk ook, hier. Verstikt, het konijn. Hein Boele was het konijn. En een beetje keurig konijn was hij altijd. En ja, hij was leuk, was hij springer. Hij was ook een heel veel zelfkritiek. En het kan nog iets leuker en het kan nog iets beter. En ik laat een acteur dan graag gaan. Want ik vind dat enig als het leuker wordt, zijn we allemaal blijer. Dus ja, dat was heel erg leuk. Hij heeft ook heel veel plezier aan die rol beleefd. Hij vond het ontzettend leuk om te doen. Konijn heeft een heel bijzonder karakter. Hij is ontzettend bazig. Hij weet alles beter. Hij is vreselijk druk. Maar aan de andere kant is hij ook... heel sentimenteel. Hij kan ontzettend sentimenteel zijn. Op een gegeven moment herinner ik me een aflevering... dan is er een vogeltje. Ik dacht dat die Cassie heette. En dat vogeltje moet verzorgd worden. Oh, en dan is hij zo liefdevol. En dan verzorgt hij het vogeltje. En dan weer verzorgen. En op een gegeven moment wordt het vogeltje groot en vliegt weg. En dan tranen met de uiten. De sentimentele konijn. Maar ja, hij kan ook ontzettend opgewonden zijn. Ga ik mijn worteltjes tuin? Ga ik mijn worteltjes tuin? Ga ik mijn worteltjes tuin? Roept hij dan tegen je. Nee, tegen je. Niet doen. Ja, dat zijn natuurlijk de leuke dingen. Tuintje in mijn tuintje. Zo is mijn tuintje klaar. Oh, stop. Hallo, konijn. Ik ben Tijgertje. Niet Tij met een grap. Hou op. Ga weg. Oh, mijn tuintje. Altijd over die worteltjes, dat is, ja... Mijn tuin, mijn worteltjes tuin, dat is echt, dat is enig. En alles organiseren. Alles op schrift zetten, een bord erbij en alles opschrijven en taken verdelen en doen. En ze altijd regelen. Hij is ook de oudste. En je ziet ook echt nooit een pop van hem, je moet maar eens opletten. Dit soort dingetjes, dat is heel bijzonder, die zijn er bijna niet. Konijn wordt niet... in popvorm uitgebracht. Ior is aaibaar. En uiteraard Winnie de Poe is aaibaar. Hier, Winnie. Die is aaibaar. Een knuffelbeest. Maar dat is konijn niet. Konijn is geen knuffelbeest. Dit is ook geen knuffelbeest. Die is hard. Niet dat konijn hard is. Nee, hij is sentimenteel. Maar hij is niet aaibaar. Maar dat is juist zo leuk om te doen. Oh, ik heb een prima idee. We nemen Tijgertje een heel eind mee het bos in. Ja, een heel eind. En dan laten we hem verdwalen. En dat is dus het leuke van een onsympathieke rol. En konijn is ook een beetje een onsympathieke rol. En dus probeer je daar dingen in te doen die stout zijn. Die eigenlijk niet mogen. Ook kreten en gilletjes die hij kon slaken met veel rouw erin. Dat soort geluiden, ja. Dat is in de oorspronkelijke helemaal niet zo, want dat klinkt hij veel ouder. Maar dat heb ik dus toegevoegd. Dat vind ik leuk om te doen. Ja, iedereen went daar dus aan, dus konijn is nu eenmaal zo. Hallo, raar geluid. Ik hoop dat je niet bestaat. Hallo, ik ben Tijgertje. Oh, ik schrok. Ja, mooi zo. Dat zal mijn moeder mooi vinden. Het karakter van Tijgertje is dat hij blij is. Hij wil iedereen te vriend houden. Hij is overdreven enthousiast. En als er dus een bepaald idee zich voordoet in dat verhaaltje...
Dan loopt hij gelijk vooraan en roept, ja, dat gaan we doen, jongens, dat gaan we doen. Ja. En dan rent hij zichzelf vaak voorbij. Hallo, ik ben Tijgertje. Ik schrok. Ja, mooi zo. Nou, dat zal mijn moeder mooi vinden. Hoe heet jij? Ik heet Poe. Poe. Leuk. Wat is een poe? Je zit er op eentje. Op een poe. Oh, op een poe. Nou, aangenaam kennis maken. Ik ben Tijgertje. Wel met een kort ei, hè? Een ei? Ben je een vogel? Een vogel? Een vogel. Het aardige vind ik van tijgers, dat tijgertjes heel anders zijn. Van boven bestaan ze uit rubber en veren het billendomein. Ze springen, veren, stuiten, zingen en. Het leuke van tijgertjes is dat ik de enige ben. Dat ik de enige ben. Buitengewoon leuke verhalen. Ik herinner mij dus één verhaal. Hoe het precies gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval is het zo dat een tijgertje die... Die is dan op een gegeven ogenblik, is hij zijn strepen, als tijger, is hij zijn strepen kwijt. Ah, mijn streepjes, waar zijn ze? Maar het gevolg daarvan is dat niemand meer hem herkent. Niemand weet meer wie hij is. Poebeertje toch, ik ben het. Ja, natuurlijk. Maar wie is ik? En dan wordt hij heel verdrietig. En dan gaat hij dus in een groot bos zitten. En dan zit hij daar heel zielig, zonder strepen, zit hij dus op een bankje te huilen. En dan zingt hij een heel verdrietig liedje. Van ik ben mijn strepen kwijt. En niemand weet meer wie ik ben. Wie vertelt mij wie of ik nou ben? Hoe lang nog blijf ik zonder een eigen naam? Een aantal jaren geleden, toen heeft men besloten om een andere stem, een jongere stem te nemen. Omdat mijn stem te oud werd voor zo'n jonge tijgertje. Tijgertje werd destijds gespeeld door Frits Lambrechts. En dat was zo vreselijk leuk. En toen ontstond er een moment dat Frits had iets met glasvol gedaan en kon dat er niet meer uit krijgen. We deden ons uiterste best, we namen het soms 60 keer op en ja hoor, dan hadden we hem weer. Toen kwam op een bepaald moment Disney. We vinden dat de stem van Frits vervangen moet worden. Ik heb het geloof ik nog een jaar kunnen uitstellen, want ik vond Frits zo verschrikkelijk leuk als tijgertje. Hij was zo hij was die kwajongen en hij was enig. Misschien was het ook wel een beetje zelfbescherming, want ik moest gaan zoeken naar een nieuwe tijgertje. En dat viel niet mee, want ik wilde een tijgertje hebben die net zo goed was als Frits. En dat ik dus, want ik vond Frits zo fantastisch, maar ik begreep wel de beperkingen van zijn stem. Ze zeiden ook, de stem wordt iets te oud. Dat begreep ik allemaal wel, maar hij was zo leuk qua karakter. En er zijn heel wat mensen langsgekomen en toen kwam Kees van Lier. En toen had ik hem. Want die was... Kees van Lier heeft het voor elkaar gekregen dat ik geen last meer had van steeds Frits achter in mijn hoofd. Want Frits was zo goed. Dus ik moest iemand hebben die net zo goed was. En Kees was net zo goed als Frits. Ik was erg blij dat ik hem had gevonden. Tijgertjes houden van springen. Tijgertjes maken het bont. Tijgertjes lachen en zingen. Ze stuiteren tot het plafond. Ze hot, ze knot, ze boem, ze bot, ze feest en voert en voert. En weet je wat daar zo geweldig aan is? Ik ben enig in mijn soort. Enig in mijn soort. Hallo, mevrouw Kangemoe. Hallo, lieve tijgertje. Ze vindt me lief. Roe, ga je mee stuiteren in de sneeuw? Ja. Ik kan ook heel goed springen. Ik ben een kangeroe. Ogenblikje, Roe. Sta nou even stil. Oh, wat ben je toch druk. Nou, ik speel natuurlijk al vanaf het begin kanga. Dus al heel lang. En ja, kanga is gewoon een hele lieve, warme moeder. Die bezorgd is om haar kind, om Roetje. En ik vind het heerlijk om te spelen. En die stem, ja, ze is... Ik moet er iets jonger neerzetten nu natuurlijk dan dat mijn...
Mijn eigen stemmetje, stem zakt op een gegeven moment als je ouder wordt. Maar ik denk dat dat nog steeds... Er heeft nog niemand geklaagd van... Ik denk, hey, wat zit er een oude stem op die kanga? Nee, dat, dan pak je gewoon een iets hoger segment in je stem. Lieve Roel, wil je nu al buiten gaan spelen? Je bent nog niet eens aangekleed. Ik heb het twee keer gehad. Ik heb het twee keer gehad dat ik in een winkel stond. En ik stond af te rekenen. En toen zei hij, jij bent kanga. Ik versta je niet goed. U bent kanga, zei hij toen. Ja, dat klopt. Nou, zei ik, hoor het aan de stem. Volgens mij zit jij wel degelijk vast. En volgens mij kun je geen film verroeren. Je hebt een vakman nodig. Ze zoekt u een vakman? Ik sta niet in een gouden gids, maar ik ben een vakman. Graaf de Mol, die heb ik gedaan begin jaren 90 ergens. Dus ik moet echt diep graven in mijn geheugen om het weer tevoorschijn te halen. Maar het was een enthousiast, energievol beestje. Wat een beetje zo'n geluid had hij. Tjoe, ja. En een beetje zo slissen met die tanden. Over uiterlijk gesproken. Dat was duidelijk, die moet een beetje slissen. Heel irritant. Ik kon het fluitje niet doen. Hij had ook een fluitje in het origineel. Dus daar zat Maria Lindes mij mee te pesten, want zij kon dat wel. Maar het gaf niet. Ik kon de rol toch doen. En energiek. Wilde dingen bouwen. Hij was vol met emoties. Hij kon heel, heel vriendelijk doen. Hij kon uitbarsten in woede. En wou dingen bouwen. En dat was leuk. Een energierijk figuurtje. En dat vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Een beetje de hyperactieve typetjes. Sapperloot! Hoe kom ik hier nou opeens terecht? Eén momentje! Dat is het! Een afslag gemist! Het zijn allemaal zulke stevige karakters. Ik bedoel in die zin dat ze blijven vanaf aflevering 1 tot en met het eind. Het karaktertje wordt bewaard en bewaakt. Dat is echt leuk. We kunnen de boel intrappen of opblazen. Wat bedoelt u met opblazen? Een goede lange lont en 7 staven dynamiet. Onzin, ik vroeg naar uw uurloon. Ik doe het in ieder geval niet meer zwart, oh nee. Ik hoef de kleur niet te weten. Ik kan er nu niet te veel over praten, ik heb het druk. Ik ben een vakman. Toen had ik op een gegeven moment een liedje met de uil in Winnie the Pooh. En de uil werd gespeeld door Jeroen Rehuis. Heel ander type, heel andere stem. Toen had Maria Lindes, ze heeft er nog steeds spijt van dat ze dat gedaan heeft. En als ik hierover begin, dan trekt ze wit weg. Gekozen, die dacht, weet je wat, ik laat hen samen zingen. Wat niet altijd gebeurt, het is altijd één om de beurt. Maar samen, dat gaat goed. Maar ik kende Jeroen Rehuis niet goed. Ik kende de uil. En de uil die had zo'n stem, zoiets. Maar dat bleek ook de stem gewoon van Jeroen Rehuis te zijn. Weet ik veel. Dus Jeroen Rehuis komt binnen en die zegt een oprecht goedemorgen. En ik begin heel hard te lachen. Ik zeg, oh ja, grap, leuk, de stem van de uil. En ik zag Maria Lindes al helemaal. En Jeroen Rehuis beledigd. Pardon? U denkt toch niet dat ik grappen makend en imiterend door het leven ga? En toen moesten we dat liedje nog zingen. Dus ik had het even helemaal. Was niet zo'n succesvolle sessie. Nou, vond je dit een leuke aflevering van Stemmen van Toen? Vergeet dan niet te liken. Hallo, ik ben Tijgertje. Vond je dit een leuke aflevering van Stemmen van Toen? Nou, vergeet hem dan niet te liken. Een reactie achter te laten. Of te delen met je vrienden. Ben ik nu klaar?